Ja, in 1950 ben ik dus opgeroepen bij de Koninklijke Marechaussee. Daar heb ik dus 3 maanden opleiding gehad in de eerste escadron. En toen kwam die wereld van Korea. Nou ja, goed, het familieleven bij ons thuis was op dat moment niet al te best. En toen heb ik gedacht, weet je wat ik doe? Ik ga ook de wijde wereld in. Ik ga naar Korea. Dat heb ik toen als jonge vent gedaan. En ik heb daar 3 maal ben ik er geweest. Ik heb 3 maal daar in Korea doorgebracht. Met verschrikkingen, maar ook gewoon de dingen die je dagelijks voor tegenkomt. Maar meestal ook wel hele verschrikkelijke dingen die je dus eigenlijk als de normaliteit kunt verwachten. Maar dat is helemaal niet. Het is triest, ellende, armoede, verschrikking. Anders kan ik er niks van zeggen. Ik heb dus de hele periode Hong Song meegemaakt. Hè, wat een op zich een drama was. Maar als ik dat hele verhaal ga analyseren, ben ik toch vaak tot de ontdekking gekomen dat de stofcompagnie is eigenlijk schuld aan de hele situatie die zich daar ontstaan heeft. Want ik heb tegen kapitein van de Veer wel eens gezegd, want ik was vaak, werd ik gebruikt als ordonnans, omdat ik nou talen sprak op die leeftijd al. En dat ze dus zeiden, ja chef, ga jij er eventjes iets regelen of, als dat kan? Of regelen in die vorm, in opdracht uiteraard, want ik heb niks te regelen. Maar toen heb ik wel eens ontdekt daar, als ik daar kwam, met de stafcompagnie in opdracht van Van de Veer. Dat, godverdomme, dat er één vent liep met een karabijn en die moest dan heel het kamp beveiligen. Het grote vraagstuk van de Hong Song is namelijk dat er was totaal geen beveiliging. We hebben vaak staan te kijken met de verrekijker over de rivier, dat aan de overkant, nietwaar, die Chinezen en die Noord-Koreanen zagen lopen. Dat we dachten, ja, dat kan nooit goed aflopen. En hun hadden toen een intrek ingenomen in een kerkje, zoals ze altijd deden. De beste plekken waren dus hun. He, de betaalmeester zat erin en de aalmoesneer van de Vranden en Tiemens, de aalmoesneer van de protestantenwereld. Maar verder kon je daar gewoon eens door, je mag erin wandelen. Ja, die zat er in een prachtige tent, in een heel mooi gebouwtje, want ja, dat hoorde bij de stafcompagnie waar wij dus ook onze bedenkingen over hadden. Wat is er nu gebeurd? Ja. De Chinezen hebben dat geobserveerd. En die hebben gedacht, weet wat we doen? We lopen, we zetten de harmonie voorop. Met vlag en wimpel. En we kuieren daar doorheen. Nou, het is een beetje laconiek en een beetje raar wat ik zeg. Maar het is gewoon realiteit. En zodoende zijn ze daar doorheen gelopen. Overigens, een oude die liep de tent uit. En die kreeg een haatscherf in zijn hoofd ergens. Ik kan niet bepalen waar, want er zijn zoveel verhalen over. Er is hier en daar geschoten en met granaten gegooid en weet ik allemaal wat. En wij zaten links als beveiliging. Toen stuurde Van de Veer mij weg om eens te vragen aan Tak wat er moest gebeuren. En die gaf toen opdracht dat we moesten blijven. Maar dat vond Van de Veer onverantwoord. Hij zegt, als we hier blijven, dan worden we ingesloten en dan komen we er nooit meer uit. Dus hij zegt, inpakken, wegwezen. En daar heeft Van de Veer groot gelijk in gehad. Die is naar de rand afgeschilderd als het zwarte schaap. Ik vertel hier dat hij was de beste officier die wij hadden in Korea. Ze hebben hem vergruisd, veracht en geminacht. Op allerlei niveaus. En ik weet waar ik over praat, want ik heb het allemaal meegemaakt. Ze hoefden niet een prachtig verhaal op te hangen. U maakte deel uit van de A-compagnie. Ja. En jullie moesten een weg openhouden. Ja. Die leidde over een brug. Ja, die rug was opgeblazen. Ja. Daar hadden ze een pontonbrug gelegd, maar dan met stalen buizen. Met zandzakken. Want het was maar laag water, dat kabbelde dan doorheen. Hè. Dus dat was niet zo'n opvraag. Op een gegeven moment zitten wij op die hoek van de top, zaten wij bij een klein grafheuveltje. Koreanen hebben allemaal heuveltjes. Daar zaten wij te wachten op orders om die weg te beveiligen, dat die Amerikanen terug konden. Ja. En op een gegeven moment hoorden wij iets aankomen, dat leek op een tank of iets. Wij wisten niet wat het was. Dus wij hadden onze recorders houden met high explosive erin. Ik denk, nou dan blazen we het daar ook op. En er kwam weer een weppercarrier. Amerikaanse weppercarrier. En je kunt geloven of niet, dat had 4 lekke banden. Ja. Maar die had grondversnelling, hè? Dus die trekken overal door die dingen. En die kwamen over die pontonbrug gereden naar ons.
Wij zijn naar beneden gegaan, maar niet hoog, naar beneden gegaan en nou, die webbekerring stopte. Er zat een zwart gekleurde man, zat daar achter het stuur met een hoofdwond en daarnaast zat een kolonel. Dat hebben we na de hand pas ontdekt, hè? Op dat moment wisten we niet wat er aan de hand was. Ja. Die kolonel die kwam eruit en die begon met zijn hand al op de motor te slaan voor, op de kap. Hij zei, oh, you saved my life, baby. Het is echt zo gebeurd, hoor. Er is niets van overtreden. Oh, you saved my life. Jongen, die man was totaal niet meer op deze wereld. Ja, en hij wees allemaal naar achter. Dus wij trokken die deur achterop en er vielen er vier zwart gekleurde mannen uit. Alle vier dood. Dus hoe dat hier hun dat voor elkaar hebben gekregen om eruit te komen, was wonderbaarlijk. En dit is echt gebeurd. We hebben naar de anticoördinaal weggebracht. Zover ik weet, kan geen details geven, want die weet ik niet. We hebben dus die lui met die jeep op laten halen naar de rand. Heb ik niet gedaan, daar hebben anderen allemaal voor gezorgd, want we hadden daar geen bevoegdheid voor. En zo is het allemaal gegaan daar. Heel Hoeksom was één grote farce. Het is werkelijk niet te geloven wat zich daar afgespeeld. Maar lieve mensen, het was helemaal niet zo heerlijk. Het is één grote puinhoop was het. We zijn met stukken en brokken teruggevlucht naar Wonju. Mm-hmm. Waar we toen op de heuvel 325 ons best hebben gedaan om dat in opdracht van de Amerikanen, om daar een redelijkheid te krijgen in het gebeuren in het geheel. Jullie zijn eerst naar het vliegveld van Wonju teruggetrokken, toch? Nou, dan, maar dat bergje lag tegen het vliegveld aan. Ja. Want ik herinner me nog de dag van gisteren, stonden dus twee tanks onder. Te schieten als een idioot, want wij moesten dat bergje op. Dan had je een heel groot stuk niemandsland. En dan kwam dat riviertje. Nou ja, riviertje op dat moment. Maar als er een bandje was, maar regen. Nou, geef je te doen. Dan waren er wel om een kilometer breed. Vrachtwagens. Je rolde gewoon met het water mee. Heuvel 325, wat weet u daar nog van de aanval? Ja, wij lagen toen met ondersteuningspeloton van luitenant Holland. Ook Fritske was er ook bij. Rechtse kant van het bergje had je een klein valleitje. Een stuk of 4-5 huisjes erin. Dan moesten wij in de gaten houden. Dus als hun daar doortrokken, dat we ze op de donder konden schieten. Hè? Dat is niet gebeurd, want niemand land was veel te groot. Alleen hadden wij een outpost op het eind van het bergje. En op dat bergje, daar hadden we dus een soort bunkertje, was toen gebouwd door de Amerikanen al, want dat hebben wij ook niet gedaan, om de boel in de gaten te houden op het niemandsland. We deden flares afsteken enzovoort enzovoort. Ik deed niks, want wij zaten er helemaal achter. Ja. Toen heb ik opdracht gekregen met de jeep. Ik had dus het voorrecht om mijn eigen jeep te bezitten, omdat ik overal naartoe moest gaan met een aanhangertje om gewonden op te halen. Maar dat weggetje was niet breed, dat pak weg. 2,5 meter breedte was het niet. Dus ik ben met die jeep daarin gereden. En toen kreeg ik toen ik terugkwam, kreeg ik een gebroken rechter vooras. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar ik zelf ook niet, maar die as die zit in de nok. Ik ben geen technicus, maar die was afgebroken. Dus ik dacht, ja verrek, dan kan ik niet meer weg, want het trok maar aan één kant. Toen hebben we de jeep omgedraaid. Hoe? Ik weet het niet meer. Hebben die aanhanger daarvoor aangebonden. Of een trekhaak, ik kan dat niet meer vertellen, maar het ding is wel zo gebeurd. Daar hebben die gewonden ingeladen en toen ben ik achteruit op die weg. En dat was een end, ik zeg het je. In doodsangst, we kregen nog vuur op het meter ook nog, heb ik die jongens teruggebracht. Nou, toen ben ik door onderscheiden. Nou, dat vind ik ook prachtig. Maar onderscheidingen ging dat soms heel raar. Ik heb daar bijvoorbeeld de Corinne Warren gekregen. Ja. De papieren zijn kwijt, ik kan het aantonen met foto's enzovoort enzovoort. Maar die komt zo'n kerel naar je toe, een generaal, die zegt van, nou ja, het is unbelievable what you have done. Ik zeg, oké, jong, en die vindt dat gewoon van die dingen in zijn zak. Die gaf er mij eentje, die gaf er Annemaat een. Annemaat en Lemson had er ook eentje gehad. En daar konden wij het mee doen. Maar en dat was allemaal even dramatisch, want overal lagen gewonden, hier en daar lag een dooi, we hadden nogal wat dooien daar. Maar onderaan de bergje, stonden een paar tanks. Dan weet ik niet of het nou drie waren, of vier, of twee, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval meer dan drie. Die vuurden in opdracht van onze commandopost
had explosieve granaten over de, dat was je hoogtrek nog een keer, over die berg. En die vielen dan in het front van de outpost. Maar die vielen ook wel eens binnen de outpost. En ik ben van mening, nu kan iedereen mij tegenspreken, mag, heb ik ook geen bezwaar tegen, maar de jongens zijn gesneuveld door eigen vuur. Wij hadden het voorrecht dat we recht van die berg zaten, dus we hadden daar niet zoveel last van. Alleen ik werd elke keer over naartoe gestuurd. Dus ik zag dat, want ik heb daar een keer nog gelegen tussen stukken wat te doden, want ik was kapot. Dan hebben ze mij ook in een bodybag willen douwen. Ik zeg, ja, wacht eens even, zeg, ik ben er nog. U was zo vermoeid dat... Toen was tegen het einde dat niet meer zoveel vuur kwam was. En toen werden die bodybags, die werden er allemaal gebracht. En ja, stukken van jongens heb ik daarin zien inschuiven. Zoals het dan gaat met dat binnenke. En ik lag er ook vlakbij in, dat was mij ook heel aaien. Ik zei, wacht eens even, ik ben er nog. En ik moest allemaal zo lachen dat ik dat zei. Want ondanks verdriet, ellende, doden. Ik heb ze uitgereten lichamen gezien. En het is te gek om over te praten, maar wat er in een oorlog gebeurt. Een oorlog is een verschrikking voor iedereen. Ja. He? Een volmaakte oorlog bestaat niet. Ook, en ook nadien niet. Nee. Dat kan gewoon niet. Ik zal je eerlijk zijn. Als dat gebeurd was, hè? Als die Chinezen daar met duizenden hadden gekomen, hè? Dan hadden ze ons heel plat gelopen in een half uur tijd. We hadden daar geen macht toe. We hadden helemaal niks daar. We waren veel te weinig mensen. Alleen, die Chinezen hebben gedacht, godverdomme, wie weet wat daar achter steekt. Hè? En ik vaak in mijn oude dag praktiseer ik daarover dat men alles zo kan romantiseren, maar dan in zo'n negatieve zin, weer in de werkelijkheid veel anders is. Mm-hmm. Hè? Als je daar zo die jongens ziet liggen door met de halve hoofd en kapot geschoten en vooral in de zomer, de ontbinding, die lijken gewoon opbranden ooit. Dat kwam niet dagelijks voor, dat is onzin, maar het is wel ooit gebeurd. Dan krijg je een heel andere kijk op het leven. Ja. U bent zelf ook gewond geraakt. Ja, ik heb... Ik weet van dikke allemaal niet meer. Ik moet mijn hersens goed afstoffen, anders weet ik het niet meer. Mm-hmm. En toen ben ik... Ja, ik kan het niet meer naam vertellen. Ik ben uit die jeep geslagen. Met mijn rug op de wiel, hebben ze me aan de hand verteld. En toen ben ik de ravijn ingestort. En verder weet ik het niet meer. Ik weet alleen nog dat ik dus eruit gehaald ben. Ik had ook een scherf achter in mijn ik heb ze wel ooit gezien, denk ik. Achter in mijn kuit. En toen hebben ze me daar met de helikopter uitgehaald, vertelde wat er veranderde. En toen ben ik met de vliegtuig naar Tokio gegaan, hospital. Ja, ik weet niet of het 551 was of 155. Dat kan ik allemaal niet meer herinneren. Mm. In ieder geval, ik heb daar een maand op mijn buik gelegen. Ik had 8 gebroken ribben in mijn rug. Dus er was nogal wat. Dus ze waren dan bang dat mijn longen in zouden klappen. En toen hebben ze me daar prachtig verzorgd, niet te geloven. En nog een mooie anekdote heb ik daarvan. Op een gegeven moment kwamen twee Amerikaanse zusters aan en die zeiden, are you? Ik zei, I'm from the Netherlands, I'm a Dutchie. Ik zei, what's going wrong with you? Ik zei, yeah, I have something on my back. En toen keken ze elkaar aan. Zo of ze zeggen, no, dat kon wel eens verlammen tot stand brengen. Ja, ben geen medicus, maar daar heb ik gezellig het opgemaakt. Dus ik lag daar. En toen heb ik daar een maand gelegen met zo'n verband. En op een gegeven moment, dat was heel leuk, kwam er een kolonel bij mijn bed en die gaf me de hand en zegt, how are you, what's going on? I told him, everything like that. Ik zei, oh my goodness, you're one of the heroes. Ik begrijp nog niet hoe, maar goed. Toen kreeg ik de Purple Heart. Yeah. Dus ik was hartstikke blij met het ding. Ik denk, verrekkelijke toe, dat is een mooi ding. En je kunt het geloven of niet, maar de andere dag kwam hij weer terug. Hij zegt, I found in the record that you are a Dutchman from Holland. Ik zei, yeah, I told you. Hij zei, oh, I'm very sorry, you're not allowed to carry the Purple Heart. It's only for Americans. Ik zei, holy mackerel. Hij zei, oké. En dan moest ik hem teruggeven. Ja. Wat is er gebeurd in dat mijnenveld? Hoe is dat? Ja, dus daar lag een of andere officier. Ik kijk niet wie hij is, hoe hij heet. En ik vraag niet waar, ben ik een Piet of Jan? Of ben ik een generaal, want dat zit mij gereed.
die vent die moet eruit. Dus met die vent op mijn nek pakken, dat was dus, en ik was een grote, flinke, sterke vent. Dus ik droeg hem op mijn nek. En dan zou ik zeggen, door een mijnenveld. Ja, dat was zo simpel, dat kon iedereen. Alleen, het risico was, als je struikelt met die vent, of hij valt uit je nek, ja, dan sodemietert hij op die granaten, op die, laat ik mee de lucht in gegaan, dat is simpel. Maar er was Renault, als het regent, zien we, hè, dan regent het daar, hè. Dat is niet te geloven. Dat is, nou gebeurt het nog regelmatig, elk jaar, hè, dat er grote overstromingen zijn in Korea, bruggen wegspoelen, heb je nooit gezien op televisie? Ja. Brieden, bruggen met gewoon grote carriers, rollen zo het water mee. Dus, die mijnen waren allemaal, er lagen maar duizenden, die werden helemaal door die Amerikanen toen gelegd, hè. Dus ik hoefde over, ja, die lagen niet tegen elkaar aan, maar verder genoeg van elkaar, dat hoefde ook niet. En dan stapte ik zo, heb ik die vent eruit gehaald. En toen hebben ze daar op die compagnie, of op die billeton, of wie het toch was, hebben dat gezien, toen heb ik de Bronzen Star gekregen. Daar vonden ze vonden mij, ja, een hero. Ja, ik vond me eigenlijk niks. Ik had er iedereen uitgehaald, dat is niet zo moeilijk, want ik kon het makkelijk. Er zat een sniper in een boom, hè. Een sniper. Ja. En dat wisten wij niet. En die binden zich allemaal vast. Aan de boomstam. En toen zag ik een flashback dat hij daar zat te schieten. Hij schoot. Mm-hmm. En toen heb ik mijn karabijn gevat en die heb ik op leeg geschoten. Dus naar de hand hong je in een touw. Hong je tussen de bomen. Hebben ze gaan kijken. Ik heb zelf niks gezien. Dat hebben hun gedaan. En die Amerikanen, die waren goed, die Rangers. Ja. Die waren niet bang. En weet u ook niet bang waren? Met pet af. Die Turken. Ja. Hadden ze op de balen, want er zijn veel Turken gesneuveld, vind ik dat. Ja, ja. Honderden. En ik heb ze gezien, ik ben wel eens in Busan geweest, op het Erekerkhof. Daar liggen zeker drie verschillende afdelingen met Turken. Ja. Maar wij hadden maar een klein beetje, wij hadden ongeveer in zijn totaliteit, ik denk 120, 128 doden of zoiets. Ja. We hadden ook een stuk wat die weg vermist waren. Ja. Zo. Die Osmanen, die heb ik goed gekend. Die zijn mijn patrouille verdwenen. We hebben hem nooit meer teruggevonden. Ja. Was ik bij. Die zat bij de A-compagnie, die zat bij ons compagnie, bij onze peloton. Maar die hebben we nooit meer teruggevonden. Ze hebben er wel anderen teruggevonden, maar ja. Hebben ze zelf moeten gepleegd. Dat is ook gebeurd. Ja. Maar dat gebeurt na elke oorlog, dat is heel simpel. Ja. Vertel van die patrouille die wij altijd deden met 10 man, het vol veld in. Ja. Ik ben wel eens mee geweest, maar ik hoefde niet vaak mee, omdat ik dus, als mannen tekort kwamen, moesten wij altijd mee. Omdat ik dus met die recorders schuiven zat. Dan gingen wij het veld in, en dan hoorden wij allemaal tuk, 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 tuk. Ik denk, ja, godverdomme, er is iets, hè. Tegen een tripflyer, en dan zagen we niks. En dan met 10 man het veld in. Maar die Noord-Koreanen, dat waren slimmeriken. Die gingen in bush. En dan liepen wij voorbij, maar die deden niks. Bleven helemaal weg. Waar ze waren, dat weten we ook niet. Nou, dan aan de andere kant, met de bocht zo, tot de voort van die, gingen we weer terug. Niks aan de hand. Maar dan gingen die Amerikanen, en dan hebben ze zo vaak gewaarschuwd. Dat is geen kletsverhaal, want ik heb een paar keer meegemaakt. Dat ook ze patrouille van de Amerikanen, en dan had je aan die bocht zo, aan de een of andere klotzak, dus een ketting los aan worden. En dan liepen ze eruit en we deden die Noord-Koreanen dan. Die gingen er achteraan. Maar die deden niks. Die gingen er gewoon achteraan. Die rubber schoentjes aan het wel. Boeken dicht voor de bont of fijn af. En dan waren ze ongeveer op het eindpunt. En dan die Noord-Koreanen aan de voorkant, die schoten ze op de sodemieter. En we denken wat die achterste deden. In bush, die schoten ze gelijk voor zijn klep. Er zijn er ooit van de 20 van 4 teruggekomen. En dat gebeurde niet elke dag, dat is kletskoek, want naar de hand krijg je het ook in de gaten, dat die kon, want er genoeg gewaarschuwd. Ja. Maar als je weer een andere patrouille had die niet wist hoe hij in elkaar zat, gebeurde dat ook. Maar aan de hand, ze noemden ons ook de hoe noemden ze ons ook weer, de, waar de naam voor ons. Wat ze in Indonesië ook gebruikten. Jullie waren de famous Dutch Jungle Fighters. De Jungle Fighters noemden ze ons, ja. De jungle, nee, hij had nog een andere naam, maar dat weet ik niet meer. En ja, op een gegeven moment gaat er als een lopend vuurtje door, hè? Dus dan pas je daarvoor. Maar ook van die rare dingen. Muisstil, pikdonker, je ziet je hand verhogen, zit je in die loopgraaf. Dat is een of andere gek die zit daar, die moet op dat moment wakker zijn met de M1.
netje verder in punt 30 en dan de kijk en zo. En dan hoorde die vent iets. En van de schrik begon hij te schieten, hè. Nou, zie je, in 1 minuut tijd, hè, was het godverdomme een complete oorlog. Mitrailleurs, punt 30'ers, mortieren, het schot, sorry, nog aan toe zeg. Dat ging tekeer of er een luchtbombardement was. Verschrikkelijk. En onderhand had dat iemand door, zeg. Oh, stop vuur, erin kwekte. En op een gegeven moment was het stil. En voor 30 graden sliepen je ook buiten in de put, dat weet je wel, hè? Mm-hmm. In de tent. Dus je vliegtuigen, er waren dan met propeller, die Australiërs, die hadden allemaal nog van die oude Mustangs, die waren dan makkelijk, en vooral met die bergen, dan is een straaljager die is voorbij voor de getwit. Mm. En die schoten ons ook op een sodemieter, en dan hadden we zo'n kruis uitgelegd, je weet wel hoe dat gaat, en dan ging je pop gewoon op, en dan vonden wij die jongens allemaal dood. En dan bijvoorbeeld, een lag zo, en een ander lag zo in de lucht, en een ander lag met zijn kruis. En die hebben ze wel eens gevonden dat ze nog levende. Hun hadden van die kleine stekjes, noemden wij die, en met hooi te drogen. Maar in de winter hadden hun die om zo'n paal gebonden. In Korea was er veel anders dan hier. En de kopen hadden we een bloedspoortje. En dan zag je bijvoorbeeld, maar dat kwam niet elke dag tegen, maar dat vonden we wel eens ooit. Och jongen, dan waren die jongens doodbenauwd. En dan vlichten wij zo'n bergje om. En dan vonden die jongens er zwaar gewond liggen. En dan deden we op een stretcher. Die namen wij mee. Op de rug. Ja, ik heb het ook wel eens meegedragen. Want die jongens kapot waren. Die waren doodsbang van ons, dat je zou vermoorden. Maar dat doe je niet. Maar we hadden ze hard nodig. En weet je waarom? Inlichting? Ja, precies. Ik ben ook wel eens uit de bush aangekomen. Ik denk, daar komt een clochard. Wie is dat nou, die vent? Ik zie het over zijn raap. Nou, jongen. Dan had hij zo'n klein rolletje in zijn mond. Dan was het een overloper, hè? Die werd door de Amerikanen uitgezonden. En dan kon hij helemaal uitrollen. En dan was het, noem maar iets, Piet Jan Klaas, undercover agent. Oh. En nou, undercover, ja? Dan stuurden wij het veld in. Naar de overkant. Naar de Noord-Koreanen. We wisten toch niet wie er waren. En dan kwam hij met inlichtingen terug. Undercover. Nou, dan kwam hij bij ons. Nou, en, ja, wij wisten ook niet wat er aan de hand was. En dan werden die Amerikanen handen hem op en die gaf dan allemaal die inlichting en zo werkte dat dan. Goh. Toen hè, 1950. Ja. Nou is het veel anders. Alles bij elkaar was het een verschrikking. En vooral in de zomer, hè. Godverdomme jongen. Het was warm. En in de nacht jongen, als je die muilezels hebt. Noord-Korea had allemaal muilezels, dat is het beste hè. In de bergen kun je alles ophangen. Ja. En het schoot dus die jongens. Werden die dieren ook zwaar gewond, die lag gewoon de hele nacht te schreeuwen, man, godverdomme toch. En dan die idioten met die bugels, dat gebeurt ook niet vaak hoor, want dat is ook een hoop ophef over geweest. Komt niet zo vaak voor, maar heel weinig tegen bugels worden blazen hoor. Waar gebruikten de Chinezen en de Noord-Koreanen die voor? Afleiding. Kijk, die Amerikanen hadden voor, die hadden hele complete muziekboxen van die joekels. In de bergen staan. En werden ze omgeroepen, die konden wel van 10 kilometer verder horen. En pamfletten uitstooien en eten. Oh, je hebt alles gedaan. Ik heb ze vaak genoeg gezien. Die dubbeldekkers. Het dubbelstarter, weet je. Met dat ding erin hangt, hoe heet je ze ook weer? Douglas. Die konden dan een beetje zo down. En dan heb je rails in, kun je nooit gezien hebben. Mm-hmm. Waar die pakketten in staan, hè, met menu's en zo. Ik heb 2 tegen elkaar zien vliegen. Ja. Flikkerde er altijd van. En die jongens sprongen eruit. Ja, die viel allemaal dood. Maar als laatste redmiddel, hè. De vleugel lag in elkaar en die brak af of iets. En toen. Wat? En we vlogen niet hoog. Naar 1000 meter hoog, dat is niet hoog. Maar ja, anders komen die pakketten gelijk naar de kloten toe. Hè? En nooit op zijn plek. Bijna nooit op zijn plek. Er was niet zoveel meer te doen op het einde. Toen hun die demarcatielijn daar hebben gemaakt. Ja, 30 breedte gehad, het is dat veel anders gegaan. Toen werd er echt niet meer daadwerkelijk gevochten. Nee. Toen zat ik bij de hondenkaart. Aha, oké. Toen hebben hun mij van de stafcompagnie naar de hondenkaart gestuurd. Want er was niemand meer disponibel die Engels kon toen. Weer 65 jaar terug, hè. Want ik dacht, nou praat iedereen Engels. Maar toen niet. Ja. En ik praat ook goed Frans. Ik heb tijd voor het tableau gezeten. En ik bedoel, dan heb je een streepje voor. Ja, ja.
Toen ik terugkwam, was heel mijn gezin thuis. Dus helemaal naar de kloten toe. Mijn broers en zusters waren thuis weg. Mijn vader was overleden. Mijn tweede moeder woonde in ons huis. Er was in 1950 in Seoul waren. Daar stond ik in 10 huizen maar heel. Nee. Weet je dat? Nou, dat was half heb plat gegooid. Ja. En toen zijn wij erin gekomen. En dan ben ik helaas nog eens geweest. En, weet je hoeveel mensen er nou wonen? 10 miljoen of zo? Hè? 12 miljoen. Ja, ik heb ze niet geteld, hè? Nee. Ik denk 12 miljoen. Maar...